Ik ga jou uitleggen hoe jij zelf ook deze minionbal zelf kan knutselen van een ballon en papier-mâché. Ik heb alvast een ballon helemaal beplakt met papier-mâché. In een ander filmpje laat ik je zien hoe jij zelf ook een ballon kan beplakken met papier-mâché en hoe je dus ook zelf papier-mâché lijm kan maken. Ik zal het filmpje nu hierboven voor je linken. Kijk dat filmpje eerst. Daarmee maak je dus je eigen ballon. Die beplak je dan met papier-mâché. Dat laat je dan een paar dagen drogen op de verwarming of bij het raam. En dan gaan wij hier dus mee verder. Na een paar dagen drogen kan je je ballon kapot knippen. Doe hem niet helemaal door, zodat je nog... Heb ik een scherpere schaar? Zodat je hem er nog uit kan trekken, want anders dan gaat hij naar binnen. Niet dat het erg is hoor, maar dit maakt het gewoon veel makkelijker. Kijk, en dan langzaam loopt hij leeg en dan kan je je ballon er zo uittrekken. Zo. En als jij dus genoeg lagen op jouw ballon hebt geplakt, houdt hij dus heel mooi zijn vorm. Hierom is het dus belangrijk om 3, soms zelfs 4, wil je, ja, 4 lagen is wel voldoende, erop te plakken, zodat hij zijn vorm houdt. Heb jij te weinig lagen, dan gaat hij dus bij het leeglopen van de ballon, dan krijg je allemaal lelijke deuken. Als jij dit gedaan hebt, dan kan je potlood pakken en dan ga je dus je eigen minion erop tekenen. Ik leg deze even opzij. Hier heb ik het al gedaan. Ik heb met potlood, en dan kun je dus nog heel mooi uitgummen. Dat is het prettige aan de ballon die je beplakt hebt. Als je foutjes maakt, gum je dat zo weer uit. Ik heb mijn minion erop getekend. En ik zet nu mijn filmpje uit en ik ga dit verven. En dan ga ik je zo meteen het eindresultaat laten zien. En dit is hem dan geworden. Mijn minionbal. Leuk om ook te maken als kerstbal. Hierboven zie je dus nog zijn ballongat. Ik kan hier een paperclipje in duwen met een draadje eraan vast. En dan is het een bal wat ik op kan hangen. En dan straks natuurlijk in de kerstboom. En als kerst weer voorbij is, gewoon leuk in huis ophangen. Ik heb hem geverfd zoals je ziet. En nadat het droog was, heb ik alle lijntjes heb ik er dan bij getekend met permanente stift. Dus ik hoop dat je dit leuk vindt. Ik hoop dat je een leuk ideetje hebt weten te geven. En hou jij ook van Minion Knutsels? Abonneer dan mijn YouTube kanaal, zodat je mijn Minion Knutsels kan zien. En alles komt ook op mijn website www.jufjannie.nl. Doepa doe!